gaat heel erg getrouwd, begrijp ik. Alsjeblieft. Ik zei net tegen de vrouw van 60 jaar geleden, gingen wij het stadshuis in. Ja. Sinterklaas kwam eruit. Ja. En begon te sneeuwen. Oké. Als de sneeuw, ik zei maar, we hebben al vorst. Andel. Andel, ja. Kees Handel. Ja. Dus een collega. Oké. Ja. Hij mocht daar blijven en ik mocht in een andere gemeente. Ja, oké. Dat was in de kolonie Assendelft. Ja. Dat was een verffabriek. En ik was nog de enige nazaat. Ja. Op een gegeven moment zei ik, die waren zo streng. Ja. Van, Herman, je moet het niet daarin. En naar een kroeg gaan zitten, ja. Tussen 12 en 2, 4 en 5. En dit is toen dat je zei, nou, ze leven niet in Hogerdom. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. Op dansen. Op dansles? Dansles, ja. In de Wibbermaarderstraat was dat toen. Ja. Familie, hè? Wel. De twee moeders vonden elkaar. Ja, maar was toen zo Vlieland zingen. Daar was toen nog geen liefde. Dat ik kwam thuis om te zeggen dat ik verkeering had voor het eerst in mijn leven. En toen zei ze, wie is dat dan? Ik zei, nou, die en die en die. Och, zei ik, dat was ik met op Vlieland. Ik was weer in nieuws. Maar zij was in Baarsma. Baarsma, die heeft een restaurantje. Ja? Textiel. Ja? En hier in Liao, daar heb ik een beetje. En daar had ze... Oh, 70 jaar. Maar hij werd ongeveer. Nee. Bij de Baarsma. Heel lang. Ja. Nou, en toen nog op een gegeven moment werd mijn moeder ziek. Ja. Ernstig ziek en het is bijna 3 jaar voor mijn moeder zorg. Ja. Nou, toen heb ik het schaammaakbedrijf ombouwd. Op een gegeven moment zelf als aannemersbedrijf. Dus op grondweg en waterbouw. Ja. Zullen we misschien nog een feestje horen? Of een leuk waren? Ja. Ik had ook nog wat meegenomen. Oh, is ook nog een bedankt hier bij van u, van de gemeente, een bloemstukje. Dat maakt altijd bezorgen, omdat de burgemeester, als hij dat meeneemt, nou, de kans dat het sneuvelt is aanwezig. En bovendien, die bloemisten, vaak wordt ook uit de gewoon lokale dorpen. En dat vind ik belangrijk. Dus, dat is veel beter zo. Ja. Ik had anders bij me. Dit is de huwelijksakte. Och, wat je doet. Die hebben jullie 60 jaar geleden getekend. Ja. Die hebben we toen niet meegekregen. Maar wij geven altijd, op het moment dat u 60 jaar getrouwd bent, dan krijgt u een kopie daarvan. Oh. Dat zult u zien dat u getrouwd bent, maar ook wie toen de getuigen waren. Ook nog, dat ja. Zal een groot deel waarschijnlijk niet meer van weten. Ja, ook zo, bijna. Dat is moeder. Ja. Oh god. En... Dit is het noodlot, dat ik nog denk van hoor. Ja. Daar kwam gisteren een brief. Oh, prachtig. Van de koning en de koningin. Ja, het is ook een bijzonder moment. Dat, niet, heel veel mensen beleven dat niet. Nou, dat krijgt een mooi plekje, absoluut. Zo is het.